Gewoon echt. Wow. Wat een scheiddag. Dus. Be positive. Forget about this. Shit. Yes, I did it. I am in de sportschool. En we gaan vandaag een workout opnemen. Vandaag ga ik een krachttraining voor vrouwen doen van de Fit for Free app. Je kunt hem ook in de sportschool zelf vinden bij de trainingsschema's. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoeveel calorieën ik bijvoorbeeld ga verbranden met deze training. Maar ook hoe ik hem ervaar en hoe de apparatuur is waar het mee gedaan wordt. Dus kijk maar mee. Hier vind je hem trouwens en dan kun je ook alle uitleg van alle oefeningen vinden. En ja, dat is gewoon super makkelijk als je niet precies weet wat je eigenlijk moet gaan doen in de sportschool. Echt super handig. Het lukt me in deze sportschool om connectie te maken met wifi. Dus ik heb lekker mijn Spotify speellijst op. Ik train met mijn Polar hartslagmeter om. En met deze app kan ik dan straks aan het einde van de training laten zien aan jullie hoeveel calorieën ik heb verbrand. Zelf ben ik heel erg fan van de walking lunge en dus doe ik hem even iets anders dan in het schema staat. Maar ik vind het gewoon heel erg fijn om vooruit te lopen tijdens de lunge. Dus dan zet je echt een stap en hoe groter je de stap zet, hoe beter het is voor je bilspieren. En mijn hartslag gaat ook mega omhoog.
Oké, ik heb de hele Fit for Free Woman krachttraining workout gedaan. Er zaten echt een paar oefeningen tussen die ik normaal nooit doe. Dus het was echt even wennen. Maar superleuk om te proberen. En nu ga ik kijken hoeveel calorieën ik heb verbrand. Want ik heb mijn hartslag mee doen. Ja. Bewijs. Even kijken. Ik heb 549 calorieën verbrand. Het heeft 1 uur en 14 minuten geduurd. Als je de tijd eraf trekt van de camera waar ik mee bezig ben geweest, zou je dus een kwartiertje eraf kunnen trekken. Dus dan heb je in een uur 550 calorieën verbrand met deze krachttraining workout van Fit for Free. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben vandaag in Fit for Free in Horen. Maar misschien dat jullie nog wel veel meerdere vestigingen voorbij zien komen. En ga ik hier af en toe trainen. Ik vind dit vooral echt super leuk. Dat je gewoon, net zoals hier achter me, dat je gewoon wat ruimte hebt voor functioneel trainen. Ik hou zelf heel erg van functioneel trainen. Ik heb nu de krachttraining workout van Fit for Free gedaan omdat ik die graag wilde uittesten. Maar ze hebben ook een functioneel training en die ga ik wellicht de volgende keer uittesten. En dan zullen jullie daar ook een workout van terugzien op mijn YouTube kanaal. Dus vooral abonneren zodat ik jou kan blijven motiveren.